Ik ben Anne de Bisschop. Ik ben docent in het hoger kunstonderwijs in Antwerpen en in Gent. En ik ben hier vandaag in het parlement omdat ik denk dat deze dag heel belangrijk is. Vandaag wordt uiteindelijk de begroting beslist. We hebben lang geprotesteerd in het najaar. Ik denk dat er van alles aan de hand is. In de kunsten natuurlijk is er een enorm slagveld. Maar ook het sociocultureel werk. Je voelt toch een grote bedreiging daar. Oké, dat is even on hold gezet nu, maar het zal niet gedaan zijn. Ook in de sociale sector zijn er grote besparingen. Dus ik denk, ja, je ziet een tendens in dit regeerakkoord waar ik eigenlijk echt heel bezorgd over ben. En dat zal zich voortzetten, denk ik, gedurende de hele legislatuur van deze regering. Dus ik ben hier om te tonen en om ook fysiek aanwezig te zijn. Daarin toon je ook iets, denk ik, dat ik daar heel bezorgd over ben. En dat is één reden. De tweede reden waarom ik hier ben, is omdat ik mee de actie vanavond hier My Voice heb georganiseerd. Een actie waarin we proberen met 1000 mensen, we zullen zien hoeveel er zijn, samen te zingen en een signaal van verbinding en hoop te geven om onze politici te inspireren dat het ook anders kan. Dus het hoeft niet om de samenleving te verdelen, je kan ook op een andere manier werken. My Voice.